Gefeliciteerd! Jullie zijn de nieuwe woordvoerder jeugdhulp voor de komende jaren. Vanuit LOC werken we graag met jullie samen. We hebben ervoor gekozen om niet een formele brief te sturen, maar verhalen en wensen van jongeren en ouders in beeld te brengen. Ik ben Anna en mijn advies is: praat meer met de jongeren. Communiceer meer met de mensen aan tafel en met de mensen waarom het gaat. Wat ik ook heel belangrijk vind, is de postcodezorg. Weten dat als je in de ene gemeente woont, dat er waarschijnlijk meer mogelijk is in de zorg dan in de andere gemeente. Waardoor je als kind nooit gelijke kansen hebt. En daar moeten we van af. De ervaringsdeskundigheid in de jeugdzorg moet versterkt gaan worden, want ook wij hebben een stem. En wij willen ook graag de zorg gaan verbeteren. Dit kan alleen maar met ervaringsdeskundigen. Mijn hoop voor de komende tijd is dat mensen met ervaring kunnen worden ingezet op de juiste plek. Omdat mensen met ervaring ontzettend veel kunnen brengen. En ik hoop ook dat deze mensen erkend worden en een mooi plaatsje krijgen. Gelijkwaardigheid tussen gezinnen en jeugdhulpverleners is er al. Kan dit ook met passend onderwijs en de medische wereld? Dat is mijn doelstelling voor dit jaar. Hallo Den Haag, Hans hier. Ik kan u natuurlijk een heleboel dingen vertellen die ik belangrijk vind in de jeugdzorg, waar u aan zou moeten gaan werken, wat er anders moet. Maar dat doe ik niet. Ik wil u gewoon uitnodigen om te komen kijken wat er al wel goed gaat en daarvan te leren. Dus nieuwe beleidsmakers, kom een keer kijken hoe wij het doen.